Je had het net ook over Postman, dat hij jou heeft gestimuleerd om, nou, ga zelf die productie doen. Hoe ben jij in dat wereldje terechtgekomen? Ik verhuisde, zeg maar, 9 jaar geleden. Toen werkte ik bij een keukenbedrijf in Waalwijk. Ik had gewoon zoiets van, ja, dit is het niet voor mij. Ik trek er niet van 9 tot 5, dus dat wist ik op dat moment al. En het was gewoon niet helemaal mijn ding. En toen, mijn broertje die woonde in Rotterdam. Toen ging ik bij hem wonen, want ik had ook een beetje zoiets van, ja, ik mis hem wel. We zijn tweeling. En ik ging bij hem wonen. En toen dacht ik ook van, ja, als ik daar dan... muziek zit meer in de Randstad, of dat dacht ik gewoon. En toen leerde ik via mijn ex-vriendin Postman kennen. Die zei van, ja, misschien moet je eens een keer met mijn vriend in de studio gaan. En toen zei hij, ja, is goed, afgesproken. Toen kwam ik bij hem in de studio. Ja, dat klikte wel meteen. En toen gaf hij mij, zeg maar, hij gaf mij de hele tijd dingetjes waarmee ik iets kon. Dan zei hij van, ja, je moet je muziek niet zo heel moeilijk maken per se. En ik wilde op dat moment echt heel stoer rappen en ik wilde echt de beste zijn. En ik vond mezelf al de beste, terwijl ik nog helemaal niet goed genoeg was. En ja, heel veel gesprekken. En hij stuurde me iedere keer naar huis met iets van, ja, dit is niet goed, man. Eigenlijk is het gewoon echt slecht. En ik reed dan naar huis en dan dacht ik, ah, hij is echt een klootzak. Maar dan ging ik daarover nadenken. En uiteindelijk heb ik daar wel iets aan gehad. Dus ja, ik ben hem wel daar dankbaar voor. Ook, een soort van leermeester in de vroege dagen. Ja. Je hebt het over je broertje. Ik geloof dat je broertje ook iets in de muziek doet, toch? Ja, mijn broertje, hij produceert house. En hij is gestopt met DJ, maar hij gaat dat binnenkort wel weer doen. Dus benieuwd naar... Heb je wel eens wat gemaakt? Nee, maar ik denk niet dat het, echt werkt of zo. Ja, we zijn wel tweeling, we kunnen het goed met elkaar vinden, maar... Nee, werkt niet. Is hip-hop niet zijn genre? Nou, niet per se dat, maar gewoon dat we hebben allebei een eigen manier van muziek maken. Ja. Wat wij ook altijd voor nu.nl doen, we hebben een rubriekje die we daar wekelijks publiceren. Mm-hmm. Het verhaal van en dan een bepaald nummer. Het is vaak een hitsingle. Nou, in dit geval is het bij jou natuurlijk wel voor de hand liggend. Nummer 1 voor Ik Neem Je Mee. Ja. Toen je hoorde dat je op nummer 1 stond, we zijn volop gaan blowen, zuipen, toen rende ik volgens mij eerst door het huis toch, en toen riep ik, ik sta op 1, en deed volop stoer, eventjes, 5 minuten of zo, en toen, that's it. Was het een bevestiging voor jou, die je nodig had misschien? Nee. Nee, ik had het niet per se. Nee, ik had het niet nodig. Het is wel heel vet. Ik ben daar ook heel dankbaar om, zeg maar, dat het op 1 is gekomen. Maar het is niet een bevestiging dat dan. Nee, maar dat zou het niet moeten zijn, denk ik.